is mijn uni-genootje van 9 jaar geleden. Oké, jongens, daar zit ik dan. Het is zo koud en vroeg, maar ik moet niet zeuren. Ik voel me eigenlijk op zich best wel toppie. Net zoals dat ik eruit zie nu. Lekker wazig en zo. Ik heb een hele tas vol met eten mee. Dat is niet voor de hele dag, want we hebben daar gewoon een kantine. Maar ik kreeg net even geen hap door mijn keel. 6:15, dus ik heb 2 broodjes mee, een banaan mee, een appel mee. Sinaasappel mee, cheese dippers mee. Chocola mee en deze mee. There we are. Net op tijd. Het is 6:55. Want door de hagelbui was ik een beetje was het een beetje heel erg druk op de weg. Dus maar goed, morgen misschien maar wat vroeger weg nog. Zeker. Het is mijn uni-genootje van 9 jaar geleden. Wow. Zo lang kennen wij elkaar al, 10 jaar. En nog altijd zien ze er frisser uit. Frisser uit. Back in the car. Het is 3:00. Het was een lange dag. Zeker als je natuurlijk de hele dag alleen maar stof tot je toe krijgt. Informatie krijgt. En dat moet ik nu verder gaan leren. En morgenochtend om 7:00 is dan mijn examen. Ik heb verder niet zo heel veel kunnen vloggen hierover in de hangar zelf. Want dat is natuurlijk allemaal een beetje Transavia gerelateerde dingen. Dus ik weet niet precies hoe dat zit met mogen vloggen en zo. Maar ik hoop dat ik jullie toch een klein beetje heb kunnen meenemen. Morgen heel spannend voor mij. Ik heb de hele tijd, niet de hele tijd, want ik ben ook in slaap gevallen. Geleerd hier en Bart op pad gestuurd voor de boodschappen en Jola ophalen en straks te koken. Dus eigenlijk neemt Bart even alles over van mij vandaag, behalve de vlog, dus bij deze. Dus ik ga mijn tijd even nuttig maken, want ik moet dus nog verder leren. En ik moet eventjes naar de computer boven, want de afgelopen dagen was het kantoor helemaal overhoop gehaald door alle kozijnen die vervangen werden. En dus heb ik mijn vlog helemaal niet ingepland voor morgenochtend. Dus ook dat moet ik nog even snel doen. En dan ben ik weer een beetje redelijk up-to-date. Hey, Jolaatje is er weer. Tada! Ja, kijk. Ik heb dit van Bart gekregen. Dit is een ding. Ja. Mario. En erin zitten muntjes. Kunnen we wat doen? Kijk, dit zijn muntjes. Ze kunnen ronddraaien op de grond. Snuiteren. Zo. Zoals je ziet aan mij, ik ben echt heel erg moe. En ik heb er echt even geen kracht meer voor. Dus sorry, maar morgen heb ik de uitslag van het examen. Want dan ga ik mijn examen doen. En dan kunnen jullie meekijken. En dan zal ik ook nog een stukje laten zien van het EHBO gedeelte. Dus ook heel erg leuk. Dus morgen zeker weer kijken. Dan zal de vlog iets boeiender worden. Want dan plak ik het weekend weer aan vast. Dus dat is altijd wat leuker qua content. Dank jullie wel in ieder geval voor nu. Abonneren als je dat nog niet bent. Vind ik superleuk en lief. En op Instagram hebben jullie misschien ook al lang al
gezien of ik inmiddels ben geslaagd, ja of nee. Dus Instagram bijhouden voor als je eerder op de hoogte wil zijn. Dankjewel. Doei doei. Mwah. Rock that joint.